Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag wil ik jullie meenemen in hoe je de laatste 2 weken van dit jaar af kan vallen. Hoe je tijdens de feestdagen, de kerstdagen, je kerstvakantie, hoe je het wil noemen, de laatste weken van 2018 kan je nog steeds afvallen. Ondanks alle etentjes, partijtjes, feestjes, kerstdiners, noem het maar op. Het is mogelijk en ik ga jullie uitleggen hoe. Tip 1, en dat is ook gelijk de allerbelangrijkste tip, stel realistische doelen. Stel geen doelen die je eigenlijk toch al niet kan halen. Als je normaal gesproken 0,5 kilo tot 1 kilo per week verliest, dat ga je waarschijnlijk tijdens die laatste weken niet halen. Er zijn gewoon te veel sociale evenementen die gepland zijn rondom eten. Stel dat wat bij. Als je normaal gesproken 0,5 kilo tot 1 kilo per week verliest, dat ook gezond is, hè, wat een gezond gewichtsverlies is. Zeg dan dat je in die 2 weken tijd die 0,5 kilo tot 1 kilo gaat verliezen en niet per week. Want dat is gewoon een onrealistisch. Je gaat meer eten, je gaat minder tijd hebben om te bewegen. Hou het realistisch. Maar zelf heb ik als doel dat ik in de laatste periode van 2018 1 kilo ga verliezen. Dus de laatste 2,5 week moet 1 kilo vanaf nieuwjaar. Gaan we inderdaad weer veel strikter zijn, gaan we veel beter. Weer opletten op onze macro's en op het sporten. Maar ik weet gewoon de laatste weken van 2018 heb ik de kinderen, zijn ze vrij. En heb ik ontzettend veel sociale evenementen. Is het super druk met kerstdiner hier, kerstfeestje daar. Het gaat gewoon niet lukken om veel meer te sporten of om veel beter op voeding te letten als wat ik nu doe. Sterker nog, het gaat waarschijnlijk iets minder worden, maar we gaan wel ons best doen. En daardoor zijn mijn doelen iets lager als normaal. De tweede tip die ik wil meegeven is kies voor proteïne. Bij heel veel kerstpartijtjes, feestjes, etentjes waar je geen controle op hebt wat er op tafel komt te staan, wordt er wel proteïne aangeboden. Dus in de vorm van kip, kalkoen, beenham, gevulde eitjes, noem het maar op. Dat zijn voedingsmiddelen die weinig calorieën bevatten en die je toch langer vol gaan laten voelen. Want proteïne duurt gewoon langer voordat je het kan verteren, dus daar zit je er ook langer vol van. En als je daarnaast een vorm van groente neemt, dan zit je eigenlijk al best wel vol. Dat vermindert sowieso al je snijtrek. Tip 3 is maak afspraken met jezelf. En daarmee bedoel ik van, als je weet dat er een 3-gang diner op je menu staat, maak dan bijvoorbeeld de keuze van, nou, ik neem wel gewoon het voorgerecht, hoofdgerecht en het nagerecht. Maar bij het hoofdgerecht neem ik geen friet, ik neem de salade. En ik drink geen alcoholische dranken, want dan weet ik ook van dat er altijd heel veel calorieën zitten. En zo kan ik toch meedoen met het dessert. Of zeg van, nou, ik doe alleen maar het voorgerecht en het hoofdgerecht. En als toetje neem ik koffie met een bonbonnetje. Maar maak van tevoren keuzes en hou je eigen aan die afspraken. Dus niet dat op het moment dat je bij zo'n etentje komt en je voor de keuze staat dat je last krijgt van keuzestress en daardoor maar gewoon alles meedoet. Kies bijvoorbeeld ook als je weet dat het voorgerecht hoofdgerecht nagerecht er is, geen stokbroodje te nemen met kruidenboter. Of niet mee te doen met het ijs met slagroom, maar op dat moment inderdaad alleen maar voor de koffie te kiezen. Probeer al van tevoren afspraken te maken van jezelf, zodat je als je thuis komt je eigen niet schuldig voelt over de hoeveelheid eten die je erin hebt gewerkt. Tip 4, drink voldoende vocht. En met vocht bedoel ik water. Geen caloriehoudende dranken. Water, thee, koffie. Drink voldoende. Ten eerste voel je daardoor voller. En ten tweede kan je daardoor niet je honger verwarren met dorst. Want dat gebeurt heel vaak. Vaak krijgen we een dorstprikkel omdat we te weinig gedronken hebben. En begrijpen we dat als een, oh, ik moet wat eten. Of oh, ik heb honger of ik heb nog trek. Terwijl je eigenlijk gewoon een glas water zou moeten drinken. Het zou veel beter zijn wie zijn. Daardoor zit je dus langer vol. Ga je ook minder eten. Heb je minder honger. Dus ga je ook kleinere porties nemen. Maar pas inderdaad op met alcohol of met calorierijke dranken zoals cola of sinaas of iced tea. Allemaal niet zo bevorderlijk voor je lijn. Tip nummer 5 is, zie eten als bijzaak. Het wordt door marketing en reclame zo centraal gemaakt tijdens dit soort feestjes en partijtjes. En het draait gewoon om samen zijn. Dus probeer je niet te veel te focussen op alles wat het aan eten is. Maar meer op de mensen en de gesprekken en het samen zijn. Ga ook niet van tevoren maaltijden skippen of extreem compenseren. Daar heb ik trouwens ook een video over gemaakt. Ik zal hem hier even linken. Geniet, maar hou je aan binnen die afspraken. Dat is waarom we die afspraken maken. En zie het eten als in van, oh, dan hoef ik geen honger te hebben. In plaats van, oh, dat is gezellig. Probeer het stukje gezelligheid of warmte van zo'n sociaal moment niet in het eten zoeken, maar in de mensen om je heen. En dan heb ik nog een soort van bonus tip voordat ik deze video ga afsluiten, is zorg voor wat beweging. Het kan zijn dat je zegt van, nou, ik heb pas een kerstlunch of een kerstdiner of 's avonds heb ik pas wat. Dus ik ga 's ochtends lekker nog wat sporten of in activiteit doen. Maar het kan ook tijdens dat soort momenten. Voor ons hebben we 4 kinderen tijdens de feestdagen. Mijn 4 kinderen kunnen echt niet een hele dag stilzitten of een hele dag netjes aan tafel zitten.
Dus ik ga lekker met ze een potje voetballen. Ik ga met ze stoeien. Ik ga met ze, nou ja, lekker even naar buiten. Even een rondje wandelen richting de speeltuin en weer heen en terug. Gewoon even eruit, even fysiek actief zijn. Zodat je ook het gevoel hebt dat je niet één grote vetklomp wordt. Maar dat je gewoon even lekker in beweging bent. En even afleiding hebt van alles wat er lekker zo op tafel staat. En eventjes frisse lucht, gezond, even in beweging zijn. En niet de hele dag stil overzitten. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er ook wat aan hebt. Hebben jullie zelf nog een tip om tijdens de kerstdagen op je gewicht te kunnen letten en zelfs misschien af te vallen? Laat die eventjes in de comments beneden weten. Geef deze video een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's en dan zie ik jullie in de volgende. Doeg!